Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Eigen huis en tuin. Goed, take two. En leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We zijn er weer. Het is een nieuw seizoen van de Formule 1 2019 en um, mijn naam is Marjolein en ik zit hier zoals altijd met uh, Johan. Reed je door de intro heen? <laughs> Hoe bedoel je? Heb je haast? <laughs> een beetje. Weet je Marjolein, het is goed nieuws. We zijn er voor het eerst in twee seizoenen spoiler alert al ja. op de Grand Prix van Australië. Het, weet ik. Dus het was eigenlijk onze gewoonte om eigenlijk pas zo rond de derde kampioen een keer te beginnen. Dus. <laughs> we een beetje een onregelmatige show. Ja. Maar uh, ik ben heel blij dat we er uh, weer zijn. En ik ben ook heel erg blij met uh, alle reacties die we gehad hebben de afgelopen maanden. Want er zijn heel veel mensen die uh, een berichtje hebben achtergelaten. Het zij via Twitter of het zij via e-mail of uh, andere kanalen. Door de briefbus met... vond ik zelf persoon. <laughs> ja. ja. Met de vraag, wanneer komt Spoiler Alert weer terug? En hoe leuk was dat? Ja. Nou, ja, het was ook gelijk wat we wisten dat we eigenlijk dus wel zo snel mogelijk aan de bak moesten. Ja, dat, dus dat is goed. Dus we zijn hier dankzij jullie. Uh, uh, ja, onder andere. <laughs> ja. Onder andere. <laughs> Anders hebben we opgehouden. <laughs> maar uh, ik denk dat we wel even moeten uitleggen waarom we uh, een tijdje uh, geen show hebben gemaakt. Uh, heb je een leuke winterbreek gehad, uh, Marianne? Ik, ik heb een hele goede winterbreek gehad. Mooi. Ik ben een beetje net zoals Max, dus als hè, je moet helemaal niks. Nee, precies, echt he, he, helemaal niks. He, helemaal niks. Heb je nee. gedachten verzet. Ja, precies. Nog een nee. leuk projectje opgepakt of zo? Leu ja, hard gewerkt eigenlijk. Gewerkt, hè? Hard gewerkt. Ja, ja, ja. gewone ja. werk. Maar uh, nee, de, ja, da, goed, daar was een hele goede reden voor. Met name vorige week. Want we hebben natuurlijk wel hadden we eigenlijk toegezegd dat we nog een soort seizoenopener zouden gaan maken. Ja. Uh, die niet, kwam er niet. Is niet gelukt. Nee, is niet gelukt. Dat had een beetje te maken met het feit dat, uh, dat ik vorige week bevallen ben. Van, nou. uh, Hele mooie dochter. Nou, gefeliciteerd Marjolein. <laughs> Dank je wel. Jij ook. Dank je wel, Marjolein. <laughs> dus het is je wel bevallen? Het is me wel bevallen. En ze was er ruim op tijd. Dus de race hebben we gewoon... Ah, dat was een deal uh, die we gemaakt hebben. Gewoon gezien. Mochten de race niet missen. Dat was eigenlijk al die tijd al een beetje de planning. Dat zij er zou zijn als de eerste race weer van start zou gaan. Check. Maar dat het zo zou samenvallen met uh, nou eigenlijk... Uh, ja, de, de seizoenstart hadden we natuurlijk niet kunnen voorspellen. Het was een hele vreemde spoiler alert update ja, was, geworden als we dat hadden gedaan. Daarnaast het was ja, een ja. hele rare spoiler alert geworden als we die vorige week toch hadden opgenomen. Ja, als je denkt dat Force India roze is, nou wij zaten ook op roze. Zitten we nog <laughs> ja. steeds overigens. Dus, uh, dus vandaar dat het uh, een beetje rustig is geweest de afgelopen periode. Dat we even geen, uh, niet zoveel shows hebben kunnen maken als dat we gehoopt hadden. In, uh, in de winterperiode. Uh, maar het goede nieuws is dat we weer terug zijn en dat de Formule 1 weer begonnen is. Yes. yes! Een nieuw seizoen, een nieuwe teambaas bij Ferrari en een nieuwe persoon die Sebastian Vettel de hand boven het hoofd kan houden. Yes! yes. Daar, daar moeten we het zo, sowieso even yes. over hebben. Zeker. Uh, nou goed, we hebben, we hebben niet vooruitgeblikt, dus misschien dat dat nog te sprake komt in deze aflevering. Wie weet? Ik denk dat we een uh, innerverende eerste race hadden. Enerzijds. Ja. ja. Anderzijds misschien ook een beetje een, een saaie race. Wat vond jij. Nou, ik vond het. Ik vond wat ik heel erg leuk vond aan het hele weekend. Is dat de middenmoot. Vorig, vorig jaar hadden we de, heel vaak over de Formule 1.5. Mm -hmm. uh, de middenmoot uh, is er wel dichterop gekomen. Er is nog steeds een top 6. Uh, na een top vijf. Pierre Gasly rijdt niet echt mee. Um, er is nog steeds een top, uh, top drie van teams, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. uh, en de middenmotor heeft steeds moeite om daar dichtbij te komen. Maar die gevechten daar achterin zijn wel een stuk spannender geworden. En een stuk leuker om naar te kijken. Dus ik moet zeggen, um, het, het, ondanks het feit dat we een heleboel bekende dingen terugzagen, die we kennen, mm -hmm, mm -hmm. Um, toch wel weer een hoop leuke nieuwe dingen gezien. Komt dat ook omdat er, dat, dat dacht ik zelf hoor tijdens de race, komt dat ook omdat er in het achterveld gewoon meer mensen rondrijden nu die uh, die je natuurlijk kent. Wil Ricciardo, die is naar Renault gegaan. Dus je zit toch de hele tijd een beetje daar op te letten. Ja, die heeft ook gelijk, gelijk de sprong gemaakt. Die dacht, die, die, ik ga naar het ja. Achterveld, dan ga ik ook naar het Achterveld. Dan <laughs> ga ik over de putdeksel ja. rijden. <laughs> in mijn thuis Grand Prix. Uh, en Raikone. Er zit natuurlijk iedereen naar te kijken. Ja. Dat is toch een beetje in de gaten houden. En ik kan me herinneren, vorig jaar dat alleen Alonso. Dat je altijd ook nog een beetje naar Alonso zat te kijken. Mm. En de rest ja, boe boeit mij automatisch niet zo heel veel. Minder. Nee. Mm. Maar nu heb je natuurlijk... En je hebt Kubica, die kwam terug. Ja. Dus F ja, ja, nou ja, hij kan <laughs> niet echt terug. Nee, precies. <laughs> maar, maar goed, het maakt, ook dat maakt volgens mij dat het achterveld wat interessanter is dit jaar. Ja, nou ja, misschien niet in die namen, maar wat ik, wat ik al zeg, het is gewoon doordat het zo dicht op elkaar is geklonken. Ja, en, en, klopt. klopt. Uh, ik weet niet, het is toch wel interessant om te kijken. En, en nieuwkomers, ja. die hebben goed gepresteerd? Uh, sommige wel. Nieuwkomers in niet, de sport, ja, hè? dus ja, ja, ik bedoel niet de teamwissels. Maar ik bedoel... Nee, nou ja, kijk, Norris bij McLaren natuurlijk fantastisch. Uh, om dan maar even nee. met die open deur in huis te vallen, om het zo maar even te zeggen. Wat ik heel tof vind, want ik vind Lando Norris uh, samen met Max Verstappen een van de uh, stereotype voorbeelden, nieuwe coureurs die we gaan zien, Ik vertel ik vast wel eens een keer meer over. Maar het vind ik echt een, een heel goed voorbeeld van de nieuwe coureur uh, die niet alleen maar bezig is met racen, maar ook met alles eromheen. Mm -hmm. um, uh, Even Kijken, we hebben dan George Russell natuurlijk uh, bij Williams, ja, die heeft gewoon het beste wat hij kon doen met die auto waar gewoon volgens mij twaalf zandzakken achterin liggen um, en uh, Albon en Giovinazzi, ja, ook prima, weet je wel. Uh, uh, Giovanni is een race, zat volgens mij vrij snel op. Albon lange tijd best wel goed gereden voor, uh, voor Torosso. Lang ook Fork Fiat uitgereden. Dus volgens mij had geëindigd uiteindelijk. Uh, dus nee, ja, op zich, dikke prima. Ja, nee, vond ik ook. Dus uh, wat dat betreft, uh, veel interessante nieuwe coureurs uh, aan de start. Uh, ja, goed, zullen we dan eerst maar even over de, de top 3 hebben. Want het zijn toch een beetje twee sporten, Formule ja. 1. Formule 1 en Formule 1 met vijf. Ja. Ja. Dus toch, nee. Ja. Nee, ja, laten we het even over de top 3 hebben. ja. Ja, want uh, uh, mensen die de wintertest een beetje gevolgd hebben, uh, dat begon natuurlijk allemaal in februari. Dan zit je een beetje op motorsport.com en andere sites te lezen van hoe gaan nu die, uh, die, die auto's. Um, eh, vooraf moet ik even zeggen, pak van mijn hart, maar die Honda die komt vooruit. Zo. Dus uh, <laughs> je kunt het allemaal wel zien in de statistieken en de uitslagen. Iedereen kan er heel enthousiast over doen. Jij ja, zei afgelopen winter op zeker moment nog van... Ah, Vandaar dat de coronel zo positief, positief waren over Honda. Die zitten nu ook in Honda TV-commercial. <laughs> dus uh, ja, dan ga je al die berichten over die goede motor toch een beetje met een korreltje zout nemen. Maar, uh, maar de Honda gaat vooruit. Nou, let wel, laten we eerlijk zijn: hij gaat nog vooruit. Hè? Ja. Kijk, dat ze bij Renault gewoon de lijn hebben doorgetrokken... van vorig jaar en nu alles opblazen. Dikke ja. dik prima. Um, maar het zegt niks over de rest van het seizoen. Want Een soort succesratio van Renault-motoren. Je kunt elke uh. week... Twint, wat is het wat deze week? 30%? Ja. Twee auto's. Twee auto's ja. Ja, ja. ja, dat is toch zonde. Uh, nee, maar goed, even, Als iemand daar even een grafiekje van kan <laughs> maken voor de rest van het seizoen en, zou fijn. zijn. Even een timelapse. Succesrace uh, nee, van uh, Renault. Nee, maar het, is, het, is, um, uh, het zegt natuurlijk niet heel veel over de rest van het seizoen. Ik vind nee. het heel erg moeilijk om op basis van nu de, een, de vrije trainingen en de eerste race. Daarvan hebben we zeiden ook al tegen elkaar van. We hoeven eigenlijk niks op te nemen rond de vrije trainingen. Want alles wat daarin gebeurt is verstoppertje uh, is spelen. Ja. Um, en niemand draait zijn motor daar waarschijnlijk volledig open. Of misschien wel een keer. Ik denk dat Ferrari het stiekem wel een keer gedaan heeft en zich daarom nu de pleuren zijn geschrokken. De, nou. Dat, dat is het verhaal, een beetje. En daar had iedereen het natuurlijk ook dit weekend over: dat Ferrari uh, tijdens de wintertests echt een beetje als winnaar uit de bus kwam. En uh, ja, ze bij Mercedes toch ook wel behoorlijk zenuwachtig geleken te worden. Omdat Ferrari echt wel de beste auto zou gaan hebben het komend seizoen. Um, ja, terwijl we afgelopen race natuurlijk gezien hebben dat ze nog een heleboel huiswerk uh, te maken hebben. Ja, daar, zijn, daar zijn ze zelf ook door verrast. Ja, maar dat schijnt toch ook iets te maken te hebben gehad. Enerzijds met um, de sequies. En het sequie van Barcelona is natuurlijk heel anders dan Australië. Dan moet ik wel zeggen dat uh, vorig jaar natuurlijk en het jaar daarvoor Vettel wel wist te winnen in Australië. Dus ze weten heus wel wat ze meenemen. Ja, maar het is, het is het wel maar, bekende verhaal van Vraag is winterkampioen. Ja. Maar vorig jaar wonnen ze op strategie in het jaar ervoor ook. Ja, dus dat was een strategische overwinning. Het zegt niks over die auto. Nee, dat, dat heb je wel een punt. Het is, het is heel grappig om te merken dat uh, en de Italiaanse pers vandaag ook weer gehakt gemaakt hè, van, van Ferrari. Uh, weer winterkampioen en weer met lege handen. Uh, eigenlijk heel opvallend gisteren, moet ik zeggen, uh, uh, tijdens de race. Uh, het, is, het is wel een dingetje. Kijk, voor de afgelopen twee jaar wisten ze te maskeren met strategische goede dingen ten opzichte van Mercedes. Vorig jaar met een pitstopstrategie. Mm -hmm. uh, en volgens mij het jaar ervoor hadden had, had ze nog te maken met een pechgeval ook. Ik weet ik even niet zeker, moet ik even graven. Maar het geeft in ieder geval wel aan dat ze op vermogen altijd wel een beetje goed die winter uitkomen. Maar het heleboel gemaskeerd wordt door de strategie. Ja, eens. En uh, nou moet ik zelf zeggen dat ik eigenlijk nog even los van de prestaties van de, van de drie auto's. Dan heb ik het over de topteams Red Bull, uh, Ferrari en Mercedes. Uh, hebben al die teams natuurlijk te maken gehad met. Uh, nou, niet allemaal. Mercedes heeft hetzelfde uh, coureursteam. Maar de uh, Ferrari en Red Bull hebben coureurswissels oh. gehad. F Mercedes heeft dat niet. Maar Bottas zit wel op de wip. Ja. ja. Uh, ik weet niet uh, wat jij vond van uh, de beelden van Okom. Het godgans weekend naast Total Wolf. Uh, ja. Ik heb me daar <tie> gruwelijk aan geïrriteerd. Ik denk, ik, denk dat de, <tie> ik denk dat de regisseur van uh, de huidige 1-race, volgens hem de Beautiful Beautyful heeft. <tie> en dacht van, <tie> ik ga een beetje drama in de show brengen. Ja. Ik snap ook niet waarom hij daar op de plek van Niki Lauda pontificaal de hele tijd naar Toto Wolf staat. Maar ja, ze moesten iets. Nicky kon er nog even niet bij zijn. Ze hadden natuurlijk wel een plekje Snap he? ik. Maar ja, om hem daar nou als een soort... Het is een beetje die paardenkop in het bed van de Godfather, weet je. <lacht> <Ja>. <lacht> Bottas. Als je nog niet wist wat je boven het open had. <laughs> hier is hij, hoor. Ik vind op zich de vergelijking met Ocon en het paardenhoofd uit de Godfather in de bestek. Ja, dat dus ik zou is... daarvoor tekenen om die te hanteren. <laughs> um, Nee, maar Het was een kijk, duidelijke uh, ja, boodschap. Ik, ik vind hem net zo krom als dat ik Marcus Ericsson dit, dit, dit hele raceweekend zou rondlopen bij Sauber. Uh, sorry, Alfa Romeo. Dat mm -hmm. Ik denk, die is de jongens ook uitgebonjouwd. Uh, ja. Kind van de rekening geworden van een goede deal met Ferrari. Mm -hmm. Onder aan de streep. Giovanni op zijn stoeltje. Um, en vervolgens wordt hij weer met vrolijke open armen ontvangen. Want hij is dit, dit weekend de nieuwe testcureur. En er is die. Du, 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 du. <laughs> en vervolgens wordt hij ook heel het weekend in beeld gebracht. Testdriver Sauber. Nou, daar sta je dan met je mooie kopie. Het is frappant. Het is frappant. Nog even, daar staat de, de, de persconferentie-interviews te doen op het podium. Dan is hij wel echt af hoor. Dan is hij echt ja, af. Dan is, het klaar, ja. dan is het klaar. Maar goed. Um, nee, ja, goed. Dus alle vragen. ook komt, wil hè. Die, zo, die is sowieso klaar. Ja, ja die is zo <laughs> af bij mij. Ja. Uh, ja. Maar goed. Eh. Uh, bij al die teams dus, uh, wat het eigenlijk meest interessant maakte... vond ik dus niet eigenlijk uh, de prestaties van de auto. Want eigenlijk waren de drie uh, topteams redelijk aan elkaar gewaagd. Nou, de uh, Ferraris een beetje tegen. Max maakt een briljante uh, inhaalmove op Vettel en uh, pakt daarmee een podium. Dat is te gek natuurlijk. Uh, maar eigenlijk binnen die teams, wat daar gebeurde... Die dynamiek bedoel je? Ja, ja, ja. dat maakt het voor mij wel deze race spannend. Want uh, wat hebben we allemaal gezien? Nou, we hebben Bottas gezien. Daar hadden we het over tijdens de race. Die is volgens mij uh, afgelopen winter uh, met vliegtuig naar Finland gevlogen. Die is echt in een sauna gaan zitten. <laughs> <laughs> met een personal trainer of zo. En die heeft daar een soort uh, karate-kit-experience gehad. <laughs> die is daar met Mr. Miyagi in de bossen gaan zitten. Mr. Miyagi en Dalmatia. <laughs> ja. En die heeft een soort masterclass gehad in uh, mental well-being en, en fitness. En hij heeft ineens een baard. En hij is groter. Hij ziet eruit als een soort hulk. En hij heeft een zonnebril op. En hij, hij lacht er een, een beetje op. half. En, ja, nou ja, ik weet niet wat hij gedaan heeft. Maar hij heeft een soort... Of hij heeft ook gewoon het boek van Kimi Rijkonen gelezen, net zoals ik deze winter. Ja, dat kan ook. Maar in elk geval, er is iets met die man gebeurd. Die is teruggekomen. En die heeft, die heeft, voor mijn gevoel heeft hij alleen maar gevisualiseerd die eerste race. Die eerste race. Die eerste race. Die eerste race. Ik ga winnen, 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 winnen. En dat is precies wat hij gedaan heeft. Nou, laten we erop zal Hij haalde gisteren de baard er goed in. Dus hij is niet voor niks te eerste geworden. Maar ik moet wel eerlijk zeggen... Het is gewoon een filmscript, weet je. Over een paar jaar komt er nog een filmscript van deze eerste race. Dit was zijn Rocky-moment. Dit was zijn Rocky-moment. En laat het aan Mercedes over om dat Rocky-moment altijd even te onderbouwen met een persberichtje. Natuurlijk was er een probleem bij Lewis. Ja, dat moet hij wel. 25 seconden. Exact. <laughs> Ik denk dat hij fantastisch heeft gevisualiseerd. Alleen dat als we uh, in plaats van Eye of the Tiger eronder zouden zetten, Dumb and Dumber tune, dan had hij hem waarschijnlijk ergens halverwege de race weer over moeten geven. Of Lewis had hem gepakt. Omdat... In de eerste fase, en dat ben ik wel eens. Ik heb het van Mercedes even doorgelezen net. Ik ben het wel met hem eens dat in de eerste fase Hamilton dicht bij Bottas kon blijven. Bottas had een wereldstart. Laten we dat vooropstellen. Een ja. wereldstart. Ja. Alsof de rest van het veld stil stond en al begonnen was. Ik denk voor hetzelfde geld vlaggen ze hem af voor buitenspel. Mm -hmm. Maar het was echt, echt een goede start. Um, dus dat is fantastisch. Maar race pace van Lewis Hamilton was best goed die eerste paar rondes. En ik denk dat Lewis hem best had kunnen terugpakken. Het zei strategisch, pitstop strategie op, op een andere manier, maar in geen enkel normaal werkend op zichzelf functionerend universum, rijdt Valtteri Bottas 25 seconden weg bij Lewis Hamilton. Ah, ja, korte, dat, dat is gewoon heel simpel. Ja. De, de, de persberichten van Mercedes die zeggen dat jij gelijk hebt, want er schijnt inderdaad na vier rondjes ongeveer ja. iets beschadigd te zijn aan de bodem van Lewis Hamilton zijn auto. En daar zijn ook foto's van getoond dat hij bij de start had hij dat onderdeel nog wel en bij de uh, finish had hij dat onderdeel niet meer. En waarschijnlijk ging hij is, auto waarschijnlijk uit. is hij over het zelfvertrouwen van Riccardo heen gereden, want dat is natuurlijk ergens <laughs> bij die eerste bocht uitgevlogen. <laughs> ja, dat zal het zijn. Ja. Maar dat goed, ik... dat, ja, dat, ja. dat zou moeten verklaren dat zijn... Uh... Ja, dat zijn auto niet zo hard ging als dat nee. die hadden. er is. Ik hoop kritiek op dat het persbericht er komt. Uh, grappig om, om dat inderdaad dan een beetje te volgen. De mensen zeggen, oh, er komt een, een, een persbericht van Mercedes, want er was schade aan de vloer en bla bla bla. En uh, waarom doen ze dat nou? Ze zullen alles onderuit halen. Dat is natuurlijk niet waar. Mercedes geeft altijd een persbericht uit als er schade is aan de auto's geweest en wat de gevolgen zijn geweest voor de coureurs. Als het bij Bottas was geweest, hadden ze het ook gedaan. En dat mm. hebben ze volgens hen ook regelmatig gedaan. Uh, alleen dat vangt op de een of andere manier toch iets minder wind. Uh, om de simpele reden dat het niet uh, veld Bottas is in dit geval. Maar Lewis Hamilton. Die dat doet. En dan worden er allerlei verhalen bijgetrokken natuurlijk. Ja. Vervelend. Maar goed. Maar goed. Maar goed. Gaan het we naar die andere, uh, die rode? Ja, de, de, in elk geval de, de comeback van Bottas. Ik moet zelf zeggen, los van het ongemak van Hamilton trouwens, dat ik het een, gewoon een topprestatie van Bottas vond. Zeker. Maar het feit dat Bottas hem gewoon met uh, de glimmende, glimmende kant naar boven heeft gehouden. En, uh, <laughs> nou ja, ze met, met de rubber naar beneden. Nee, maar ik, 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 was, ik was serieus. Ik heb ik hem een aantal beetje gevolgd op social media. En, hoe hij dan bezig is en dat hele verhaal met de pers. En hij reageert niet voor niks op de radio. Zo, zo ontzettend, zo ontzettend uh, opgefokt naar de media. Hè? To whom it may concern, fuck you. Ik bedoel, kom op. Er zit ergens een frustratie. Max, de, Max Verstappen een momentje. Hij heeft een Verstappen momentje een momentje ja, Maar goed, dus er zit een frustratie in. En voor hetzelfde geld. En, en dat, dat, dat zag je bij, um, uh, hoe heet onze grote vriend? Ik dat wel gebeuren. Te veel frustratie. eerst wordt in en voor hetzelfde geld draait hij hem, draait hij hem van de kant de muur in. Maar goed. De gesport, nee, nee, daar Spot als een niet echt type voor onderhaan Daar heeft Mr. Miyagi hem voorbehoed. En zijn al maatje. <laughs> hey, die, die de rode, rode auto's. Ja, de rode, rode rode auto's. Ja. Uh, rood met de... zwart, hè moet ik zeggen. Ik ja. Ja. vind ze zo voer lelijk. Lelijk. Hoe kun je Ferrari nou lelijk vinden? Die ik, ziet er elk jaar hetzelfde uit. Nee, dat is dus niet waar. Ach. Ze hebben er dit jaar zwart aan toegevoegd. En ik vind de rood en zwart een hele mooie combinatie, maar niet op een Ferrari. Goed, Charles Leclerc. Ja. Ja. Yeah. Het yeah. yeah. zag er even naar uit. In alle wintertests was hij regelmatig gewoon by far de snelste. En ook in de kwalificatie afgelopen weekend had hij een paar keer dat hij de snelste tijd reed. Nou bleek uiteindelijk natuurlijk helemaal niet de snelste tijd zijn, dan werd hij weer door iedereen ingehaald. Um, nou, hij, heeft, hij heeft daadwerkelijk een paar keer de snelste tijd nee, ingezet ja, 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 Zeker. zeker ja. Uh, dus het leek er eigenlijk best wel. Uh, uh, ik maakte wel een beetje zorgen over Charles Leclerc. Ik denk, straks gaat hij gewoon de eerste race van 2019 winnen. En dan zien we, zien we hem nooit meer terug. Nee. Maar dat gebeurde gelukkig niet. Nee. nee. Ik was heel blij dat Max die vierde startrij of nou, de startrijd. pakte. ik denk pakt. dat de Max daar ook heel blij mee was. Uh, want nou, eigenlijk op basis van Race Space. Maakte bij de start wel verschil. Achteraf bezien, bij, op Race Space had hij hem ja. nog kunnen pakken. Want hij pakt uit, uiteraard Vettel ook nog uh, mm -hmm. op den duur. Ja. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat hij zichzelf ook wel tevreden heeft gerekend met het feit dat hij, dat hij voor de Leclerc stond. Omdat hij die Ferraris kon splitten. Ja. Dat was wel belangrijk. Nou, dat maakte zeker een verschil. En uh, ja, goed, daarna zagen we Charles Leclerc natuurlijk best een prima race rijden. Uh, ja, ik zou het hem niet nadoen de eerste keer in een Ferrari in een race, nee. Waar we, waar we het in elk geval even over moeten hebben, dat zijn de teamorders bij Ferrari. Ja, die vrij opzichtig in beeld uh, verschenen. Nou ja, niet opzichtig in beeld zijn, maar we zag, zag gewoon de tijd teruglopen. Je zag gewoon dat het leeg uh, gevoed op de rem. Ja, het was gewoon... Uh, ja, Vettel ging natuurlijk niet vooruit. Nee. Er was iets met die auto, we weten niet wat. Ferrari heeft daar geen statement over. Volgens mij niet. Nee, nee. nee. Ja, behalve ja, wat is met die auto of gewoon de setup niet goed. Nou, ook ja, ja. Vettel liet zich natuurlijk ja, vrij makkelijk inhalen de bak. was natuurlijk ook heel goed van de Red Bull. Uh, we weten niet of, uh, of de Red Bull überhaupt gewoon gewaagd is aan de, Merce aan de, aan de Ferrari. Jawel, ik denk, nou, ik denk, ik denk, dat, ik denk dat, dat Red Bull alles in huis heeft om Ferrari uh, naar de troon te stoten. Dus nou, dat ook... is mooi, maar we zagen ook gewoon dat er in de ronde tijden van Vettel iets niet klopte. Want die reed echt langzamer dan de rest uh, van de top vijf ja, eigenlijk. Hij uh, 28 is om 27 gesneden of nou? al. Ja, Vettel reed rondjes van 1.28 en um, Charles Leclerc. Leclerc deed op dat moment 1.27. Dus die kwam echt heel snel dichterbij. Ze op een gegeven moment op één seconde dat je dacht van nou, die gaat Vettel pakken. En toen zei ik al uh, gelijk van uh, dat gaat niet gebeuren. Nee. Want uh, Ferrari is natuurlijk uh, hiërarchie. Nou ja, dat is uh, welkom in de club van de teamorders. We hebben het vorig jaar veel gehad over Bottas en, uh, en Hamilton als de uh, ultimate wingman. Ja, dat, ja was, dat was Kimi Räikkönen natuurlijk voor, uh, voor Sebastian Vettel. Dat is de enige reden waarom hij daar zo lang heeft mogen blijven zitten. Exact, en dan moet ik wel zeggen dat Ferrari vorig jaar nog een paar keer toch het cadeau aan Rijkonen heeft gegund. Maar dat had volgens mij vooral te maken met het feit dat Rijkonen echt heel veel credits heeft binnen dat team. Binnen de team bij de team, de voormalige teambaas. Vooral bij ja. ja ja. Maar ook bij Vettel in zekere zin. Uh, dus die kon nog wel een potje breken, maar met Leclerc ging het gewoon uh, het feest niet door. Nee, maar goed, het is ook logisch. Ik snap, ik snap Ferrari wel. Uh, in de zin van, ze willen niet zo voor... Ik het vind het opvallend. Al... In de eerste race van het seizoen meteen besluiten, haal maar niet in. Nou, ik denk dat ze heel erg zenuwachtig waren. Kijk, Leclerc die maakte al een hele rare manoeuvre. Uh, ja. Schoot ergens van de baan af. Op hetzelfde plekje waar Max ook ging op een gegeven moment trouwens. Nou, zeggen, deed Max later ook, helaas. Ja, maar die deed dan onder iets omstandigheden, denk ik. Uh, want die Max, Max liet zich wel opfokken om uh, daadwerkelijk uh, Lewis Hamilton te gaan inhalen. Mm -hmm. Die wilde gewoon, mm -hmm. die rook Mercedes bloed. Dus daar ging hij voor. Dus ik snap dat wel. Uh, nou, een stom momentje. Leclerc had dat uh, eigenlijk in het vrij... Uh, dat gebeurde Max vorig jaar en het jaar daarvoor ook nog wel eens regelmatig. Dus dat zien we niet meer zo heel erg. En op zich is dat ook logisch als je kijkt... dat Leclerc voor het eerst in die auto zit in een raceomstandigheid. Dus dat vind ik ook wel logisch dat dat gebeurt. Mm. En ik denk dat ze bij Vrij ook gedacht hebben... Van als we ze het gevecht aan laten gaan... en Vettel verdedigt iets te hard, dan zijn we er twee kwijt. En ik denk dat het laatste wat ik zeg... dat daar dat dat, dat, dat de kruk zit, namelijk Vettel verdedigt te hard. Uh, Vettel zal al nieuws zijn geweest... over het feit dat er een Red Bull voorbij komt zeilen. Mm. Uh, we horen natuurlijk niet alle woordradio. Nee. Het zou me niet verbazen als daar wel een woordje over gevallen is op Sportradio. Ja. <coughs> en dat ze besloten hebben: weet je wat, laten we het heel simpel houden. Een, twee, drie, vier, vijf. En ja. uh, punten pakken en huis. Ferrari heeft uh, na afloop van de race ook bevestigd dat ze deze order hebben ge gemaakt. Dat ze Leclerc laten weten: we gaan niet Sebastian inhalen. Want uh, we willen geen risico lopen. Nee. Dat was nou, het commentaar. Op zich uh, valt het billiger. Oké, okay, helder. Ik denk niet dat ze dat bij Mercedes gedaan hadden. Mm, nee, dat denk ik ook niet. Daar zullen ze wel doorgegeven hebben uiteindelijk. Alhoewel, ze hebben natuurlijk vorig jaar in Rusland ook al gewoon bot als heel hard hebben helemaal laten, laten trappen om Hamilton. Ja, het maar te goed, dat komen. was al een stuk verder in zijn de ja, gaat race, het seizoen. Ja, gaat het allemaal kampioenschappen bedoel je? Ja. Ik bedoel, als je die paardenkop die uit de Godfather erbij sleept. <laughs> <laughs> en het heeft zijn effect yeah. op deze manier. Ja. Yeah. Dan moet je dat plan ook uitleggen, vrouw. Goed, laten we teruggaan naar de race van de afgelopen weekend, want uh, daar hadden we het over. Uh, Red Bull moeten we nog even kort over hebben. Ja. 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 Was het nou Gasly of Gasny? Nee, net, nou, net niet. Net ja, niet. Nee. Van de koek. Max reed natuurlijk fantastisch. Vierde plek gestart en een podium. Ja. Eerste podium voor Honda in 15 jaar, geloof ik. Zo, goede Ja, 11 ja. jaar? Nee, 11 of 15, één ah, okay. van de twee. Ik heb net Elf of 15, één van de twee. <laughs> Goed, eerste podium in een long, long, long time. Dus daar waren ze best wel heel erg blij mee. Ze zijn er nog niet helemaal gerust op. Want ze zijn natuurlijk nog niet zo snel als Mercedes. Uh, maar het is wel een goede seizoenstart. Zeker weten, ja, absoluut. Dus dat belooft veel goeds. Uh, wat niet zoveel goeds belooft is Pierre Gasly. Nee, ja. Die <laughs> één, bij de kwalificatie gewoon voor geen meter wegkwam. Nee. Twee, dan krijgt hij gewoon in de race een zetje van zijn team... Want wederom zagen we dat Red Bull gewoon strategisch een van de allerbeste teams is die er is. Gasly heeft heel lang gewacht met zijn eerste pitstop. Hele veld was al gepit. Gasly wordt echt gewoon nou ja, uh, helemaal, 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 helemaal begeleid door zijn team. Van nu gaan we pitten. Op dat moment dat hij terugkomt op de baan, pakt hij de tiende plek. Daarmee zou hij een punt pakken. Ja. Dus perfecte, uitgekiende strategie. Waren het niet dat hij zich twee bochten later laat inhalen door... Of all people. Daniel, Daniel Kief. Kwiat. Kwiat. Komt er niet eens uit? <laughs> ja, sorry. Sorry. Nee, ja, het is het. Is... Die overigens vader wordt, las ik vanochtend ergens. Oh. Met een of ander Braziliaans fotomodel. Daar wordt hij vader van. <laughs> nee, die wordt. een hele rare uh, oplossing. Op op die dit. zwanger van oh, zijn kind. Oh, zo weet ik veel. Leuk. Maar goed, dus de uh, Kwiat die wordt vader. Maar die, was dus ook, die pakt gewoon ook een punt. Dus de Toro Rosso die finisht. Zover F1 achterklap Ja, ja dat, is, dat Krijg je als je vrouw de show mee laat ja, presenteren, top, ja. dan krijg je ook al die gossip erbij. Nice. Dat is van de sauna van Bottas, dat moet ik trouwens nog ergens bevestigd krijgen. Toch? <laughs> binnenkort hang je ergens met een fotograaf in de bossen om. Uh... Ik denk dat ik een nieuwe Formule 1-site ga beginnen met alleen maar dit soort roddel. F1 Gossip Girl. Ja, leuk. Ja. Leuk man. Goed, um, nee, maar ja, goed. Ik, ik vond het, moet je er verder over zeggen. Het was natuurlijk wel heel slecht van Gasly. Ik denk niet dat hij zijn beste weekend alle tijden heeft beleefd, inderdaad. Ik denk dat hij uh, serieus de kwalificatie ontzettend veel pech had. Ik denk dat hij in de race uh, gewoon heel stom gereden heeft. Kijk, de kwalificatie heeft hij ook, is hij ook de dupe van wat zijn team hem vertelt. Hè? Hij is gewoon de verkeerde tijden de baan opgestuurd. Uh, ze mm -hmm. houden hem binnen als ze denken dat hij veilig is. En dan blijkt dat hij helemaal niet veilig te zijn. Dat is ook gewoon een stomme calculatie van Red Bull zelf. Dat mag geen verrassing zijn, want dat heeft Red Bull al vaker. Maar... Uh, hij had natuurlijk in die race veel meer goed kunnen maken. Ah, kunnen, ze nog, uh, kunnen ze er nog onderuit? Dat was meteen wat ik me afvroeg. Dat ja. Zien we over vier races, een van de twee Toro rosso rijders in een Red Bull? Ja, maar ik heb je al vaak gezegd, wie wil je daar aan neerzetten? Albon, ja, het is kaarig. Of Fiat maar weer een keer uh, proberen. Nou, dat is ook niet slim. Je krijgt bijna een kind of kort. Dan hem. kan ook. Die is nu testcoureur bij, bij Red Bull, uh, of uh, voor GP3. Ja, kan ook. <laughs> Goed, we gaan het zien. Misschien dat hij zich herpakt in de volgende race. Vast wel. Of niet? Of niet. <laughs> nou, dan hebben we de top 3 gehad. Uh, moeten we nog iets zeggen over. Oh, dat vond ik heel leuk. Uh, die, uh, die regel dat je nu dus een punt krijgt uh, met snelste ronde. Ja, die Branded Content Partnership. Ja, <laughs> ja daar vond ik heel hard op gelachen. Ik moest heel erg lachen, want uh, Bottas die begon natuurlijk snelste rondes te rijden. Ineens, aan het eind van de race. Die informeerde ook bij Mercedes. Hey, uh, wat gaan we doen straks? Gaan we nog naar binnen om ja. nieuwe bandjes te halen. Op je zo'n uh, beetje op zijn vingers getikt werd van nee, dat gaan we niet doen, gast. We nemen ja, geen. Je hebt een snel. Dat race is niet belangrijk. Dus um, vervolgens kwam meneer Hamilton er nog even overheen. Die zei: I need that point. Ja. En ook Max ging er even voor. Ja? Max die ging er ook nog even voor, maar die kreeg ook van zijn team te horen dat er op dat moment allerlei spelletjes plaatsvonden ja. op de baan. Nou, ik, denk, ik denk serieus dat Toto Wolff ergens halverwege de race heeft geroepen. Toto, dit is Toto. <laughs> Valtteri, don't forget. We have to say the extra point for Liberty Media. Ja, <laughs> zo klonk het echt. Ik hè? denk echt, ik denk echt, nou goed, ik vind het heel grappig. Ja, of ze zijn echt zo bloedfanatiek dat het allemaal om één punt gaat. Het leek een beetje ingekochte zendtijd dat ze geïnstrueerd zijn. Ja, jongens, even allemaal om dat even punt over hopen. de boordradio, over dat punt beginnen. Daar hebben we de regel uitgelegd. Ik en denk dan, niet dat het zo is, hoor. Maar... Dan krijgen de fans mee wat er gebeurt. Ik, ik, kan, ik heb niet genoeg inzicht in de psyche van deze jongens... om te beoordelen of dit daadwerkelijk een, 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 een intrinsieke motivatie was om dat te doen. Ingestudeerd kunstje was. Ja, of dat het inderdaad gewoon echt... Uh, jongens, we moeten dit even boosten. Bij Max denk ik wel dat het om dat puntje gaat. Bij Max gaat altijd om het puntje, ja. ja ik, dat vind ik wel zo mooi. Het, uh, het kampioenschap kan beslist worden op een punt. Ik denk je, ja als je dat punt ergens hebt laten liggen, dan, heb al, dan moet, dat, wordt niet dat ene puntje beslist, toch? Nou, Kimi Rijk kan er kan erover meepraten. Ja, dus, uh, ja, die kan het weten inderdaad. Goed. Nou, dus uh, dat was uh, allemaal spannend. Uh, dan hadden we nog het achterveld. Nou ja, we hebben kort al wat uh, helden aangestipt. Ricardo. We, we hadden het achterveld. En dan, als je even wachtte, wait for it. Drie ronden later. Williams. Ja. God, wat zielig, hè? Ja. ja. Het is echt sneu. Ja, het is heel verdrietig. Ik had op een gegeven moment met Claire Williams te doen. Want een van die, die Williams, die ging stuk. En je zag haar in beeld. En toen, toen zag ik haar echt zo kijken. Oh nee, dat kost me weer geld. <laughs> Godverdomme, hebben we niet. We hebben net de sponsor binnengehaald. <laughs> Kunnen we het weer kwijtraken, ja. Nou ja? Maar mens. Het, het is heel vervelend. Uh, het is, zo wordt daar natuurlijk heel erg voor... Uh, uh, ze krijgt nu echt de volledaling over zich heen. En ja. ik heb... Heel lang geroepen, je kunt niet alles bij één persoon neerleggen, maar zo langzaam maar zeker moet het, is het wel het moment waarop de directeur van een raceorganisatie uh, wat prominenter uh, de stappen zou moeten nemen, wat duidelijker stappen zou moeten nemen. In plaats daarvan blijft het heel erg op de vlakte. En uh, is natuurlijk een strek van... van low is een, is een soort van afleidingsmanoeuvre geweest. Want die problemen zitten veel dieper dan dat. Het kan niet zo zijn dat een, in twee weken tijd testen... dat dan ineens duidelijk wordt dat er een groot probleem is ontstaan. Het probleem lag er al veel langer binnen, binnen dat bedrijf. Nee, maar soms is het natuurlijk wel... Het is, het is lastig om, om, om het probleem boven te krijgen en om het te fixen. Wij zaten laatst ook die Netflix-documentaire te kijken. Er is een mooie Netflix-serie uh, gemaakt over het seizoen 2018 Formule 1. Wel erg... Uh, Lekker <laughs> Het is een beetje soapy, een beetje Amerikaans. Dus uh, voor de Europese fans is het een beetje en, wennen. Zeker voor de mensen die een podcast maken over de film. En, <laughs> en al die verhalen en intriges al een keer besproken hebben, is het een soort van herhaling van zetten. <laughs> ja. Ja. We even heel spannend doen of Ricciardo wel of niet. Maar goed. Uh, maar het is een mooie serie, het is een mooie beelden, mooi gemaakt. En je krijgt een beetje een inkijkje in uh, ja, goed, het leven van die mensen achter de schermen. Wat je dan onder andere ziet is bij het team van Haas. Waar ze eigenlijk een fantastisch weekend draaien. Ja. En vervolgens twee coureurs kwijtraken. op ja, nee, uh, gewoon wat iets wat misgaat. Die. in die, in die pitstops. Ja. Gewoon een band die niet gewoon. Nou, dat is. Deze vuur van dit weekend. inderdaad. deze de vuur van, de van uh, dit weekend. Daar gaan ze weer. Ro weer, hè? Ook ze weer. Exact. Maar, ja. Dus uh, bij Haas hebben ze, hebben ze ook hun eigen probleem. En het lijkt vooral bij de pitstops. Dus op de een of andere manier krijgen ze die monteurs niet. En dan kun je ze, je kunt ze stokslagers geven. Maar ja, ik weet ook niet hoe je dat als manager moet fixen. Dat ik weet wel een keer. Goed ik weet niet wat tegenover toegestaan is, maar. <laughs> nee. Het schijnt dat er aardappels zijn in de F1-regels. Dat is toch slagen niet meer kunnen. Om maar aan te geven. Nou, Ferrari, ander voorbeeld. We hebben een nieuwe teambaas gehaald. We hebben de shit ook nog steeds niet op orde. Dus uh, met andere woorden, ja goed, is een teambaas inderdaad, kan hij alles uh, ja. Oh, ja. rechtbreien nee. Ik denk dat Claire Williams wel van alle teambazen de meeste problemen heeft op dit moment. Ja, uh, 99 problems en Claire Williams is one. Ja, yeah. <laughs> precies. Maar goed, er was sneu, want ook Kubica's terugkeer in de Formule 1 ja, was natuurlijk heel uh, teleurstellend. Ik geloof dat hij drie, vier keer gepit is. Ja, hij heeft er de tijd voor genomen. Hij oh. is een maximale effort. <laughs> zei, alle... Elke keer als hij daar binnen ging, zei ik, wat gaat hij doen? Een nieuw handje halen? Dat is niet aardig. Oh, <laughs> niet aardig. <Ik> kan echt... <laughs> Heb je dat echt gezegd? <laughs> dat is niet aardig, hè? Oh. Dat, is echt, dat is echt heel gemeen. Ach goed, hij gaat nee, het niet. Nee, ik zal nee, er niks meer over zeggen. Nee, ik zal er niks meer over zeggen. Ja, laten we even over het, het datesmark van Daniel Ricciardo. Nee, als het niet. Hebben. Uh, hij is een sterke kwalificatie, achtste ja. negende plek. twee. Ja. Fantastisch. Was er gewoon weer bij. Ja, maar laten we ja. niet vergeten dat die auto vorig jaar al vaak aan de punten gereden is. Hè? Dus absoluut, absoluut. Wat Leclerc kan, kan Rijkonen ook. Ik denk dat hij het beter kan. Als hij een beetje had meer gesleuteld, dat hij wel. Als ik Red Bull was, zou ik kijken of ik ergens nog zakjes centjes zat. Misschien. Ik kan hem niet gewoon naast Max. zetten. Nee, heb je geen zakje centjes, dan heb je een zak wodka voor nodig. <laughs> ja, nou. Red Bull -wodka. Nog makkelijker. Red Bull wodka. goede combinatie. Goeie, ja. goede. Uh, wie hadden we nog meer? Ricciardo? Ja, Ricciardo. Ja, dat is natuurlijk een heel sneu verhaal. Uh, gewoon een, oh, gewoon voor een al die Australiërs met onder, die gele petjes. Ondanks is gewoon een klote weekend. Oh. Zo simpel is het. Ik hoop dat hij de komende races wat zich kan herpakken. Wat ik wel heel, heel erg jammer vind om te lezen, is, uh, is de, de knop die echt omgegaan is in zijn hoofd. En dat hij dan ook in de pers uitlegde dat hij blij was dat hij het gevecht kon aangaan met Haas en uh, Force India. En nou, ik dacht, Lance Stroll, jongen, die reed je vorig jaar gewoon nog op, op rondjes, weet je, je wel? daar draaide je een cirkeltje omheen. En nu ben je blij dat je het gevecht met hem kan aangaan omdat hij in de Force India zit en jij in de Renault. Het is eigenlijk te voor worden. Wat natuurlijk waar je op zit te letten bij de start van het seizoen, uh, als er zoals in dit geval aantal coureurswissels zijn geweest, dat is dat je gaat kijken naar teamgenoten en hoe presteren... De wissels ja, ja, ja. ten opzichte van hun nieuwe teamgenoten. Zeker. En in het geval van Ricciardo zag je gewoon uh, Hulkenberg beter in de kwalificatie, beter in de race. Ja. Uh, dat was logisch, want Ricciardo maakte bij de start meteen een fout. Maar überhaupt, Hulkenberg gewoon Stabiel. sneller. Ja. Uh, Alfa Romeo, Kim Räikkönen ja. sneller, Giovinazzi. Ja, maar dat is ook logisch. Ja, ja is dat logisch? Ja. Man, die is al in de veertig. Nee, is zo niet in de veertig. En hij rijdt ook nog geen rondjes in de 40, dus dat scheelt. <laughs> maar goed, ja, je ziet dus wel dan uh, toch een beetje uh, waar ze thuis horen. Nee, eens. eens. Waar we thuis heen horen volgens mij volgende week is uh, over twee weken is Bahrein. Oh ja, gaan we weer naar de Zandbak. Dat is uh, race nummer 999, Moorelein. Ja, daar maken ze nogal een ding van. Ja, en dan ze maken overal een ding van. Ja, van. ze maken overal een ding van. Maar ah, leuk, Bahrein, dat is altijd een mooie race. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Gaan we gewoon nog een vooruitblikje maken, denk je, tegen die tijd? Ik uh, ga het proberen. Ik ga geen beloftes meer doen. Nee, lastig. Ook oh, shows we gaan maken. Maar als, we, als, we, als het lukt, dan gaan we vooruitblikken. En sowieso gaan we de race uh, recappen. Ja. Toch? Jawel. Ik ben lang blij dat we deze drop hebben gekregen. Ja, met moeite. Nou, ik uh, geef even flesje maken. Is goed. Uh, leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van F1 Spoiler Alert. En heel graag tot de volgende race in Bahrein.